Hoeveel zijn er eigenlijk in Nederland? Er zijn twee beurzen. Altijd in april is dat in Buren, het Oranjestadje. En in oktober hier in Nijverdal. In het verleden zijn er meer geweest. Maar het wordt helaas wat minder. Maar in het voorjaar en in het najaar kunnen de oranjeverzamelaars hier hun hart ophalen. Maar goed, nou zie ik een heleboel mensen achter kraampjes zitten. Waar komen ze eigenlijk allemaal vandaan? Ze komen uit heel Nederland, uit Apeldoorn, uit Groningen. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Uit heel Nederland zijn de verzamelaars al heel vroeg vertrokken. Uit Gouda, noem maar op. Ze weten Nijverdal goed te vinden. En zijn er ook uit Duitsland of zo, of is dat te veel gevraagd? We hebben geen Duitse standhouders, maar er komt wel altijd een dame uit Duitsland. Die verzamelt zelf ook. En die komt deze kant op en die spreken we hier dan ook. Dus dat is eigenlijk dus een internationale beurs als je het zo bekijkt. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat gezien de ontvangst, dat er toch wel gasten zijn die u allemaal wel kent. Dat het wel een familiebijeenkomst een beetje te veel, maar is dat ook zo? Zo voelt het wel, ja. We zijn gezamenlijk een soort van oranje familie. We zien elkaar dus vaak alleen dus met beurzen dat je elkaar spreekt. En anders is het via internet, via Facebook. Maar dit is gewoon een gezellige reunie. Dat je dus familiedingen kunt bespreken, maar ook gewoon over de verzameling kunt praten. Dus een heerlijke dag. Ja. Nou zijn er een heleboel mogelijkheden om spullen te verzamelen. Wat is eigenlijk het meest gangbare? Ja, dat kun je heel moeilijk zeggen, want als je hier rondkijkt, je kunt het zo gek niet verzinnen wat er ligt. Mokken, glazen, borden, lepeltjes. Het is net waar iemand maar interesse in heeft. Een ander die verzamelt weer boeken of foto's of aanzichtkaarten. Dus we kunnen niet zeggen van dit springt eruit, dit wordt het meeste verzameld. Maar het is allemaal, het hoofdzakelijk wat hier meestal ligt is dus Nederland. En van buitenlandse vorstenhuizen ligt er ook wel het een en ander. Maar daar zijn dus ook weer speciaal verzamelaars van, die alleen maar bijvoorbeeld van Engeland verzamelen. Of alleen maar van Zweden. Dus een heel gevarieerde verzamelaarsgroep. Artikelen gaan en komen, maar heeft dat ook te maken met de populariteit van de koningshuizen? Heeft het deels mee te maken. Op het moment wordt er niet zo heel veel uitgegeven aan nieuwe dingen. Kijk, als een trouwerij is of een huwelijk. Of een troonswisseling, dan wordt er een stortvloed over de markt uitgestort. Maar nu komt er her en der maar beperkt wat uit. Maar belangstelling voor Koningshuis neemt wel wat af. Maar de die-hard oranje fans die blijven gewoon verzamelen. Komen er nou ook veel gewone normale bezoekers tussen aanhalingstekens? Of zijn het echt de verzamelaars die er toch speciaal op komen? De grootste groep die hier komt zijn echt de oranje verzamelaars. En gelukkig zien we ook wel mensen uit Nijverdal, uit de gemeente, omliggende plaatsen, die dus gewoon eens een keer willen kijken van wat kun je er nou van verzamelen. Maar hoofdzaak dus echt de oranje verzamelaars. Hartelijk dank voor dit gesprek en succes. Dankjewel.